vooraf zei de trainer, als we 3 punten pakken, dan gaan we dat vieren als een kampioenschap. En een punt? Ja, een punt. Ik denk, het is beter dan niks. Maar als je naar de wedstrijd kijkt, dan hebben we 3 punten verdiend, denk ik. Want waardoor kwam het nou dat zij alsnog zo best wel van bank en wat kansen kregen aan het eind? Ja, ze ging gewoon opportunistisch spelen, gewoon veel lange ballen. En als je zo'n spits hebt, dan kopt hij alles door. En met zo'n corner, die mag er eigenlijk niet in. En het spel stond heel lang stil met die afgekeurde goal van ons. En dan, want wij, in principe was er helemaal niks aan de hand. En dan misschien krijgen ze daar nog een boost van om toch nog extra te duwen. En uiteindelijk krijgen ze de goal. Nou is de doelstelling van jullie trainer om gemiddeld 1 punt per speelronde te pakken. Jullie lopen nu 32 uit 32, dus wat dat betreft volgens plan. Hij geeft aan dat hij zich nooit zorgen maakt en dat hij rustig is. Maar hoe zit dat bij jullie? Ja, hetzelfde. Onze doel is gewoon om in de Eredivisie te blijven. En we hebben nu nog een extra stap gezet. Het is niet de stap die we wilden, alleen het is wel een stap. En we hebben nog 2 wedstrijden om het klaar te maken. Hoe verantwoordelijk voel jij je met op het oog de stap die je hierna gaat maken waarschijnlijk? Ja, goed. Kijk, niemand wil degraderen. En ik denk als club hebben we gewoon goed afgesproken met elkaar om elkaar te helpen om in de Eredivisie te blijven. En dan kan mensen de stap maken die ze willen. Ja, je gaat een betere stap maken denk ik als je team ook beter presteert. Dus in die zin voel ik me wel verantwoordelijk om zijn team zo goed mogelijk te presteren, ja. Snap ik. Succes komende tijd.